Goedemorgen allemaal en welkom bij de webcast van Vectorvest. Het is vandaag woensdag 28 augustus. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met het programma voor vandaag te overlopen. Allereerst ga ik beginnen met u te vertellen wat Vectorvest juist is. Nadien laat ik u zien hoe u het juiste instapmoment kan bepalen. Het is het allerbelangrijkste wat u moet weten als u succesvol wilt beleggen. Het herkennen van de trend van de markt. U heeft toegang tot een database van 10.300 aandelen. Het is dus belangrijk dat u aandelen makkelijk en snel kan analyseren. We helpen u hierbij door onze eigen indicatoren. 2 indicatoren op basis van fundamentele analyse, 2 op basis van technische analyse en een master indicator. Verder maakt u ook kennis met onze unieke stoploss. Uniek omdat het een combinatie is van fundamentele en technische analyse. We bespreken ook de verschillende manieren waarop u aandelen kan selecteren met Vectorvest. Een volgend punt dat ik laat zien is alle Nederlandstalige support die beschikbaar is voor de abonnees. En op het einde van de webcast heeft u de kans om in te tekenen op een risicoloos en goedkoop proefabonnement. Zodanig dat u het programma thuis kan uittesten en u kan ontdekken of Vectorvest al dan niet iets is voor u. Als alles meezit is het einde voorzien omstreeks iets na 11:30. Goed, wat is Vectorvest eigenlijk? Wel, Vectorvest is Amerikaanse beleggersoftware die fundamentele en technische analyse combineert. Er zijn in totaal 7 databases. Iedere abonnee krijgt 2 databases naar eigen keuze. De meeste abonnees kiezen voor USA en Europa, goed voor in totaal ruim 10.300 aandelen. Buiten USA en Europa zijn er ook nog databases voor Hongkong, Singapore, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De traditionele fundamentele en technische analyse vindt u dus in de software, maar stel dat u iemand bent zonder financiële achtergrond, ook dan kan u aan de slag met Vectorvest. Hoe komt dat? Dankzij onze eigen indicatoren die makkelijk te begrijpen zijn voor iedereen. Verder bieden wij u een houvast. Wij zeggen wanneer u mag kopen, wanneer u niet mag kopen en wanneer u moet verkopen. Terug naar onze agenda en daarnet zei ik dus op de juiste momenten in en uit de markt te zijn, het allerbelangrijkste is dat u als belegger moet kunnen. We zeggen altijd, u kan als belegger alles fout doen, maar als u op de juiste momenten in de markt zit, is de kans groot dat u toch geld gaat verdienen. Daartegenover kan u als belegger alles goed doen, maar als u op de verkeerde momenten in de markt zit, zal u geld verliezen. Vectorvest voorspelt de markt niet, dat kan volgens ons niemand, maar we geven de trend weer. We hechten veel belang aan het herkennen van trends. En we vertellen u wanneer u aandelen mag kopen en wanneer u zeker geen aandelen mag kopen. Immers, John Keynes zei ooit, "The market can stay irrational longer than you can stay solvent." En dat is ook zo. In 2008, ten tijde van de financiële crisis, leek de financiële wereld wel te vergaan. De Amerikaanse S&P 500 daalde in 1 jaar liefst 38%. En dan ga je zien dat de kleine belegger vaak rond het dieptepunt van de crash de handdoek in de ring gooit en gedegoteerd achterblijft. Dat is het probleem. Beleggers raken gefrustreerd en dan volgt de grootste beleggersfout. Emoties nemen de overhand. U moet als belegger altijd een plan hebben en zeker een exitstrategie. U moet weten wanneer u aandelen mag kopen en vooral moet weten wanneer u geen aandelen meer mag kopen. Het belang van een stoploss zien we later in de webcast, maar het allerbelangrijkste is, beperk uw verliezen. Laat uw verliezen niet oplopen. Bij iedere aankoop moet u op voorhand weten wanneer u zal uitstappen, voor het geval de trade niet loopt zoals u had verwacht. Als ik tijdens mijn maandelijkse workshops aan het aanwezige publiek vraag om enkele kwaliteitsaandelen op te sommen uit USA, dan krijg ik stevast dezelfde antwoorden. Adobe, Apple, sommigen zeggen Amazon. Wel, ik heb hier 5 van die aandelen opgesomd en we gaan eens kijken hoe dat deze aandelen het de afgelopen 5 jaar gepresteerd hebben. U heeft hier de beginkoers op 26 augustus 2014 en dit zijn de slotkoersen op 26 augustus 2019, exact 5 jaar later dus. Adobe is 303% gestegen. Amazon plus 417%. Apple plus 104%. Nvidia is de hoofdvogel, plus 750%. En United Health uit de defensieve healthcare sector steeg ook 171%. Prachtige returns dus, waarvoor iedereen zo zou tekenen. Maar, wat is er in 2008 gebeurd? Het jaar waarin de financiële crisis in alle hevigheid losbarstte. Kauftingbank en Lehman Brothers vielen om.
Hoe hebben deze aandelen gepresteerd van 1 januari 2008 tot 31 december 2008? Wel, dat ziet u hier. Adobe net niet gehalveerd. Amazon min 46%. Apple verloor op 12 maanden liefst 56% van haar beurskapitalisatie, ging in de rook op. Nvidia 3/4 gehalveerd, min 75%. En het defensieve United Health daalde in 2008 met min 53%. Als u deze daling meemaakt, dan duurt het jaren vooraleer uw portefeuille van hersteld is. Alleen hiervoor al, dit toont het belang van een stoploss. Wat met de VectorVest-abonnees? Wel, die stonden grotendeels aan de zijlijn dankzij onze up-and-down signalen. Signalen die weergeven of u als belegger in de markt moet zitten of u defensief moet worden. VectorVest heeft allerlei marktsignalen, maar omdat de tijd hier beperkt is, bespreek ik kort het allerbelangrijkste market timing signaal. Onze confirmed calls. We hebben een confirmed call op en we hebben een confirmed call down. Deze zijn makkelijk te begrijpen. Als we een confirmed call up krijgen, betekent dit dat u in de markt mag stappen. Zo dadelijk laat ik u grafieken zien en als u een groene driehoek ziet, dan betekent dit het begin van een confirmed call up. Het moment dat wij dus tegen onze abonnees zeggen dat ze in de markt mogen stappen. Als we een confirmed call down krijgen, en u kan die herkennen door de rode driehoeken op de grafiek, dan betekent dit dat u geen aandelen meer mag kopen en u sowieso altijd uw stoploss moet respecteren. Dit zijn de momenten dat wij aan onze abonnees zeggen dat ze defensief moeten gaan, deels winst van tafel halen. Sommigen werken met opties en sommigen gaan ook short, enkel en alleen als dit bij uw beleggersprofiel past. Het allerbelangrijkste is bij een confirmed call down bij de rode driehoek nooit aandelen kopen. Dit is de fameuze benenmarkt. De piek was hier op 11 oktober 2007. We zien hier de grafiek van de S&P 500. En de bodem is hier op 9 maart 2009. 3 weken na de piek, op 1 november 2007... en de confirmed calls zijn het traagste signaal, dus vandaar 3 weken na de piek, kregen we hier een down signaal op 1 november 2007. U ziet achteraf een ideaal moment om te stoppen met het kopen van aandelen. Maar dan in 2008, herinner u, S&P daalde 38%, maar toch kregen we hier een weliswaar volatiele, maar wel een opwaartse trend. We kregen hier een up signaal, maar hier kregen we alweer een nieuw down signaal. 11 juni 2008... het moment dat wij zeggen, u stopt met het kopen van aandelen. De aandelen die u in portefeuille had, die zullen hier ongetwijfeld allemaal door de stoploss zijn gegaan en u ziet hier volledig cash. We krijgen een nieuwe korte opwaartse trend, maar u merkt het, geen nieuwe groene driehoek. U blijft dus aan de zijlijn. En dan klappen de markten helemaal in elkaar en u staat aan de zijlijn gewoon toe te kijken. We kregen dan hier een up-signaal, dat bleek een vals signaal te zijn, kan altijd wel iets gebeuren. Werd vrij snel gevolgd door een nieuw down-signaal, derde en finale daling van deze zware benenmarkt. Nu, wat leert de laatste 3,5 jaar ons? Wel, kijk eens hier. Dit down-signaal in december 2015 werd gevolgd door 10% correctie. Dit down-signaal werd een week later gevolgd door de Brexit. Dit down-signaal, oktober 2016, onzekerheid in de markt na aanloop van presidentsverkiezingen. Trump werd verkozen, iedereen verwachtte een crash. Wat gebeurt er als iedereen een crash verwacht? We beginnen te stijgen. Soms zijn er down-signalen met beperkte dalingen. Daarom dat wij ook zeggen, stop gewoon met het kopen van aandelen, maar ga niet gans uw portefeuille liquideren. Soms zitten we er echt wel knal op. Hier zaten we een paar dagen na de piek, een down-signaal, 20% daling. Nu, wanneer moet u dan wel kopen? Ik heb gezegd, bij een confirmed call-up, het begin van onze groene driehoek. Vaak is dat het begin van een opwaartse trend. Vaak is niet altijd, maar u zal zien dat het trackrecord toch vrij goed is. Up-signaal, opwaartse trend. Up-signaal, opwaartse trend. Deze is prachtig. Zeer mooie rally naar boven. Dit up-signaal, eerst gebeurt er niks, uiteindelijk vertrekt hem toch. Upsignaalstijging, upsignaalstijging. Dit was een vals upsignaal, het zat vrij dicht bij de top. Dit upsignaal, mooie stijging. Vals upsignaal,
op signaal stijging en hier op signaal nog een korte stijging. Vandaar, nooit kopen in down signalen. U kan niet weten, wordt het een beperkte daling zoals hier? Wordt het een correctie van 10%? Wordt het een berenmarkt van 20%? Niemand kan het weten, daarom nooit kopen. Koop wel aan het begin van een upsignaal, want vaak wordt het gevolgd door een opgaande trend. Op die manier geven wij u een houvast. Respecteer wel ten allen tijde uw stoploss, zowel in upsignalen als in downsignalen. En als we nu echt naar een zware berenmarkt gaan, u koopt nooit aandelen bij die downsignalen en gerespecteert uw stoploss, dan heeft u het voordeel dat u tijdens zware correcties tijdig cash bent en dat op die manier de drawdown beperkt blijft. Stel dat de markten 50% dalen en uw portefeuille daalt slechts 20%, wel iets dat van 20% is gedaald, bijvoorbeeld van 100 naar 80, dan moet maar 25% stijgen om break-even te zijn. Als uw portefeuille een daling van 50% ondergaat, van 100 naar 50, wel, dan moet u al 100% stijgen om break-even te gaan, van 50 naar 100. Daarom, iedereen praat graag over zijn winsten, maar het allerbelangrijkste bij beleggen is dat u uw verliezen beperkt. Goed, eens dat u weet wanneer u in de markt mag stappen of wanneer u defensief moet worden, maar stel, we krijgen een opsignaal, u weet dat u in de markt mag stappen, is het natuurlijk zaak om de juiste aandelen te analyseren. Naast de prijs, naast de koers van ieder aandeel, ziet u de value. En wat is de value? Dat is de intrinsieke waarde die VectorVest op een aandeel kleeft. Hoe berekenen we die? We kijken naar de verwachte winst per aandeel. We kijken naar de verwachte winstgroei van een bedrijf. En we kijken naar de meest recente cijfers, de huidige winstgevendheid. Het spreekt voor zich dat als alles met betrekking tot winsten stijgt, dat de value ook zal stijgen. Maar we kijken ook naar inflatie en naar rentevoeten. Stijgende inflatie, stijgende rentevoeten is vaak nefast voor aandelenmarkten. Wat moeten we vooral onthouden? De value is dus de intrinsieke waarde van een aandeel en onthoud vooral dat koers en value binnen de 3 jaar met elkaar convergeren. Daarom geef de voorkeur aan aandelen die ondergewaardeerd zijn en kijk uit naar aandelen waarvan dat de value uitbreekt. U ziet hier Immobel, een vrij defensief aandeel. We zien hier de grafiek op 1 jaar. En Immobel is gestegen van 52 euro naar 66 euro. We merken, vorig jaar hadden we toch een correctie van 20%, enfin, eigenlijk een berenmarkt van 20% in Europa. Wel in die periode september tot januari, enfin, bodem was 24 december van de markten, is Immobel heeft dat heel goed stand gehouden. Het is eigenlijk maar gedaald van 52 naar 50. Bodem 24 december, sindsdien zijn de markten zeer sterk gestegen. Wat zien we hier? Dat een defensief aandeel van Immobel dit jaar alleen al van 50 naar ruim 66 euro is gestegen. Een stijging van ruim 30%. Wat leert de value ons? Vorig jaar, in september, is de value enorm uitgebroken op het moment dat de koers zijwaarts bewoog. Dus als u aandelen ziet, en u kan dat heel makkelijk terugvinden via de zoekmachine, als u aandelen ziet waarbij dat de value uitbreekt, ik zeg niet dat je ze onmiddellijk moet kopen, maar zet ze in een watchlist, volg ze op, en als het technisch er goed bij ligt, dan kan u deze aandelen overwegen. Vandaag zien we dat ondanks dat Immobel dit jaar 30% is gestegen, dat de value veel harder nog is gestegen en dat het aandeel vandaag nog steeds zwaar ondergewaardeerd is. Nu, ik heb u gezegd, in VectorVest zit de traditionele fundamentele, traditionele technische analyse, niet allemaal, maar toch een heel deel, maar onbegonnen werk om 10.300 aandelen zelf fundamenteel en technisch te gaan analyseren. Om u te helpen, gaan wij al deze data die wij kopen bij Reuters, gaan we die verwerken in eigen indicatoren. Eigen indicatoren op een schaal van 0 tot 2. Hoe hoger, des te beter. Heel makkelijk te begrijpen. We hebben 2 indicatoren op basis van fundamentele analyse. Relative value, relative safety. Dan hebben we 2 indicatoren op basis van technische analyse. Relative timing en de comfort index. En dan hebben we de master indicator. VST staat voor value, safety en timing.
Allereerst de relative value. Dus op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is het lange termijn koerspotentieel goed. Hoe hoger, des te beter. Op die manier kan u op zoek gaan naar kwaliteitsaandelen uit ieder land. Ik heb nu uit USA EPAM meegebracht, het voorbeeld EPAM. Dat is een grafiek op 5 jaar. En we zien op 5 jaar is de koers gestegen van $40 naar $188. Dat is een serieuze stijging. U zou denken, het vet is misschien van de soep. Dat aandeel is al zo hard gestegen. Wel, wat zegt Vectorvest? Wat zegt onze relative value, het lange termijn koerspotentieel? Hier ziet u de relative value. 5 jaar geleden hadden we een relative value van 1,22. Gedurende die 5 jaar is die relative value altijd gebleven tussen de 1,10 en 1,48. Dus dat aandeel heeft al 5 jaar een mooi lange termijn koerspotentieel. En ondanks dat het aandeel dus gestegen is van $40 naar $188, heeft het aandeel vandaag nog een relative value van 1,41. Wij vinden dit aandeel nog steeds een mooi lange termijn koerspotentieel hebben. Het is pittig gewaardeerd, price earning van 32. We hebben wel te maken met een groeibedrijf, verwachte winstgroei van 23%. Dus het hangt een beetje af van de markten natuurlijk. Als de markten nog een paar jaar zouden gewoon kabbelen, een beetje op, een beetje neer, dan zien we dit aandeel nog heel mooi doorstijgen. Als we natuurlijk naar een zware benenmarkt gaan, waarbij dat de S&P 30, 40, 50% daalt, ja, dan zal dit aandeel natuurlijk mee kopje ondergaan. Daarom is de stoploss heel belangrijk, maar over de stoploss gaan we het straks hebben. Ik heb nog een voorbeeldje. Op nog geen 4 jaar is het aandeel CoStar Group gestegen van $200 naar $617. Ook hier zou je kunnen denken, ik koop dat niet meer. Al veel te hard gestegen. Wel, kijk naar de relative value. 4 jaar geleden stond de relative value aan 0,30. Dan is die eigenlijk op 8, 9 à 10 maanden gestegen van 0,30 naar hier een niveau van 1,40. Dat zijn dus aandelen met een zeer mooi lange termijn koerspotentieel. De koers toen $200. Wat is er sindsdien gebeurd? Het aandeel heeft een verschroeiende rit naar boven gemaakt. Het is wel serieus, ja, gedaald in die zware najaarscorrectie. Maar u merkt, dit jaar is het aandeel van 300 naar 617% gestegen. En we zien dus dat de relative value al ettelijke jaren hoog is. Ook vandaag nog steeds een mooi lange termijn koerspotentieel. Wees dus alert als u een relative value ziet uitbreken. Dat kan heel positief zijn. U wacht enkel tot het aandeel ook op buy springt. Bovenaan vindt u de aanbevelingen. Een groene balk met B is buy, een witte balk met H is hold en een rode balk met S is sell. De volgende indicator is de wat mij betreft belangrijkste indicator van Vectorvest. Dat is de relative safety op een schaal van 0 tot 2. Geeft de houdbaarheid en voorspelbaarheid van financiële prestaties van een bedrijf weer. Hoe wordt die relative safety bepaald? We kijken enerzijds naar de schuldgraad van een bedrijf. Geef de voorkeur aan bedrijven met weinig schulden. We kijken naar de debt-to-equity ratio. We kijken naar de evolutie van de omzet. De meeste hoge relative safety bedrijven die hebben een gestaag stijgende omzet. We kijken naar de marktkapitalisatie, maar vooral naar dit, de volatiliteit van de earnings. Bedrijven met een hoge relative safety, die kloppen 9 op de 10 keer de hooggespannen analistenverwachtingen van de analisten. Keer op keer gaan zij boven de lat. Nu, hoe dat de koers reageert, dat heb ik natuurlijk niet in de hand. Maar het is voor mij al een geruststelling als aandelen uit mijn portefeuille 9 op de 10 keer beter doen dan verwacht bij het rapporteren van resultaten. En tot slot kijken we ook naar de dividendpolitiek van een bedrijf, waarbij we zeggen, staar u niet blind op de dividend yield, maar kijk ook naar de payout ratio en naar de verwachte groei of afname van het dividend. Een gouden raad die ik kan geven, en dat zien we keer op keer, en ik laat u straks zien hoe dat het komt. Bedrijven met een hoge relative safety, die outperformen de index bijna altijd, bijna keer op keer. En als u dan weet hoeveel beleggers het moeilijk hebben om de index te kloppen, kan ik alleen maar zeggen, kijk naar die relative safety. Op een schaal van 0 tot 2, hoe moet u die beoordelen? Alles tot 0,90 is absoluut te mijden.
Tussen 0,90 en 1,10 is het matig, maar ik raad aan, ga voor bedrijven met een relatief safety vanaf 1,20. Dat is zeer goed. Ga voor bedrijven met een relatief safety van 1,40. Dat is uitstekend. Weet dat die aandelen vaak pieken op een relatief safety van 1,50. Dus hoger zal u zelden meemaken. Ik heb een mooi voorbeeld meegebracht. Intuit. Intuit, op 5 jaar ziet u dat dit aandeel gestegen is van een $75 naar $282. Kijken we nu naar de relative safety. Intuit heeft een relative safety die al 5 jaar tussen de 1,25 en 1,47 noteert. Hetgeen dus uitstekend is. Gaan we kijken naar de evolutie van de omzet, zien we dat Intuit een mooi gestaag stijgende omzet laat optekenen. Kijken we naar de marktkapitalisatie. Ik heb hier Intuit afgezet tegenover alle andere sectorgenoten, en dan zien we dat Intuit veruit de hoogste marktkapitalisatie heeft. Maar voor mij het allerbelangrijkste is, hoe reageren deze aandelen op kwartaalresultaten? Wat zien we? 22 augustus rapporteerde Intuit. Het steeg 5,5% nadat het beter dan verwacht had gepresteerd, met de omzet die year-to-year 15% is gestegen. En hier ziet u de kwartaalresultaten van Intuit de afgelopen 5 jaar. Dit is 2019, 18, 2017, 2016, 15, tot en met 2014 ben ik teruggegaan. Dit is de earnings die ze hebben gerapporteerd. En dit is de omzet die Intuit heeft gerapporteerd. Wat zien we dan? Keer op keer heeft Intuit beter gepresteerd dan verwacht qua earnings. En ook op één missertje na beter dan verwacht qua omzet. Dat is typisch voor hoge relative safety bedrijven. Intuit keert ook een dividend uit, een vrij beperkt dividend. Maar wat is er vooral belangrijk bij dividend? De payout ratio. En wat zien we? Intuit maakte afgelopen kwartaal een winst per aandeel van $5,22. Ze keren een dividend uit van $0,47. Dat geeft een uiterst lage payout ratio van slechts 9%. Bedrijven met een lage payout ratio, die kunnen hun dividend waarborgen, zeker als we terug naar een recessie gaan of zoiets, en de winsten echt gaan dalen. Dan zijn die bedrijven toch nog in staat om hun dividend op peil te houden. Want dat is toch iets waar veel beleggers veel belang aan hechten. Vectorvest verwacht trouwens dat het dividend komend jaar met 11% zal stijgen. U ziet hier, het dividend wordt ook ieder jaar gestaag opgetrokken. Wat moet u absoluut doen als u succesvol wilt beleggen? Mijt absoluut aandelen met een lage relative safety. Ik kreeg bericht binnen in augustus dat Epic Entertainment 26% daalde voor beurs na een bankruptcy filing. Ik heb dan Epic eens gehaald door Vectorvest. En wat zien we hier? Epic afgelopen jaar en half gedaald van $14 naar $73. En wat zien we met de safety? Een jaar geleden was er een safety van lager dan 0,70, hetgeen uitermate zwak is. Vandaag een safety van 0,52. Stel dat u zou shorten, dan kan ik alleen maar aanraden, kijk eens naar aandelen met een zeer zwakke relative safety. En als die dan ook technisch ideaal liggen om te shorten, dan kan u eventueel dat overwegen. Goed, die eerste twee is puur fundamentele analyse. We hebben ook onze eigen technische indicator, dat is de relative timing. Op een schaal van 0 tot 2, hoe hoger, des te beter. Ik heb hier het Spaanse Iberdrola meegenomen. Dat is een grafiek op net geen jaar. En wat zien we? Heel mooi gestegen. Hè? Van $6,40 naar €6,40 natuurlijk, naar €9,26. Aandeel staat voortdurend op buy en hold. Kijken we naar de relative timing, hier is die boven de 1 gegaan, want dit is de neutrale horizontale lijn, dat is de 1-grens. En sindsdien is het momentum altijd positief gebleven. Het aandeel is in die periode dus bijna 50%
gestegen. Geef altijd de voorkeur, enfin, als u aandelen koopt, zorg er tenminste voor dat het RT, het momentum, boven de 1 is. De masterindicator VST, V van value, S van safety, T van timing. VST op een schaal van 0 tot 2, want we voegen deze drie samen, relative value, relative safety, relative timing, en zo komen we aan de VST. Waarbij wel belangrijk is dat u weet dat de timing het meeste gewicht heeft. Timing is everything. Ik heb alle aandelen begin februari gesorteerd in VST, op VST. Dus u ziet hier VectorVest USA, ruim 8000 aandelen, ondertussen zijn dat er 8300, gesorteerd op VST. En wie staat hier gehighlight? Ultimate Software stond hier op plaats, wat zal het zijn? Plaats 15 of zo. 1 februari. Dat, die maandag erop, maandag 4 februari, Ultimate Software agrees to be acquired by a consortium. Ultimate werd overgenomen met een bijkomende premie van 17%. Dus het aandeel had al een hoge RV, het aandeel had al een hoge RS, een hoog momentum en toch werd het nog overgenomen. Daarom dat wij zeggen, kijk naar de fundamentals bij dat soort bedrijven, die hoge RV, hoge RS, is de kans op een overname altijd groter. Nu, je mag nooit een aandeel kopen, puur omdat het een overnamekandidaat is, maar geef wel de voorkeur aan aandelen met uitstekende fundamentals. De laatste eigen indicator is de Comfort Index. Comfort Index, dat is ook een technische indicator, maar op lange termijn. Wat geeft die weer? Die geeft weer hoe goed is een aandeel bestand tegen langdurige en of zware correcties. Eigenlijk zijn dat aandelen waarvan het koers hier begint en daar eindigt. Als ze dalen, herstellen ze meestal vrij snel. Hier zien we forse daling en toch nieuwe high. Forse daling en keer op keer zet die nieuwe highs neer. Gap naar boven, daling, stijging en nu is hem terug aan het dalen. Natuurlijk, je moet zich afvragen waarom daalt het aandeel. Als het aandeel daalt in een stijgende markt, ja, dan zal er wel iets mis zijn met het aandeel en dan moet u oppassen. Maar als het aandeel daalt omdat december 18 een slechte beursmaand is, wel, dan kan dit wel een ideaal instapmoment zijn eens dat de markten hernemen. En u ziet dat dit in januari en februari gebeurd is. Dus dit aandeel rebound altijd zeer sterk, vandaar een hoge comfortindex. Wat moet u nu onthouden? Let goed op als u ziet dat die comfortindex uitbreekt. In dit geval steeg de comfortindex van 0,70 naar hier. Dit is 1,80. Dat was een koersen van $40. We zijn ondertussen van 40 naar boven de 100 gegaan. Nu zijn we terug aan het vallen. Dus als u dit ziet gebeuren, ook hier, zou het uw aandacht mogen hebben. Ik heb Alteryx ook meegebracht. Ook hier zien we daling, stijging. Keer op keer rebound dit aandeel vrij snel. Het aandeel is gestegen van $58 naar $138. En een jaar geleden had dit aandeel al een comfortindex hier van 1,78. Ondanks dat dat toen al een zo'n hoge comfortindex had, is het aandeel mooi blijven doorstijgen. Kopen is allemaal goed en wel. Veel mensen vinden dat ook leuk. Maar wanneer verkopen? Wel, we gaan enkel verkopen als het aandeel door de stoploss gaat. En de stoploss is een combinatie van fundamentele en technische analyse. Eerst technisch. We kijken naar het 65-daags simple moving average van de slotkoers. Maar adjusted for fundamentals. Dat betekent dat bedrijven met goede fundamentals, dan gaan we de stoploss een beetje naar beneden trekken, daar hebben we iets meer geduld mee. Daartegenover bedrijven met zwakke fundamentals, daar zetten we de stoploss hoger. Dat zijn bedrijven dat u sneller moet liquideren. En dan zien we hier, excuseer, het Belgische CFV. Dat heeft geen goede fundamentals. De koers hier €80, value €64, overgewaardeerd. RVRS zwak. Twee jaar geleden noteerde CFV nog aan €140, dat ziet u hier. Het aandeel is hier op sell gesprongen. Op 7 juli 2017 kregen we een eerste sell aan €118.
Wat is er sindsdien gebeurd? Geen een enkele buy meer, enkel hold, sell, hold, sell, hold, sell. Als u deze sell niet heeft genegeerd, dan bespaart u de rit van 118 naar 80 euro. Negeer nooit een sell aandeel, enfin, nee, negeer nooit een sell aanbeveling, zegt Vectorvest altijd. Hoe kan u nu aandelen selecteren binnen Vectorvest? Wat ik altijd aanraad is, koop hoge relative safety aandelen. Ik laat u zien waarom. Ik sorteer de database op relative safety. Voilà. En dan gaan we, dan kan u de test doen. Hè. We gaan de datum, ja, ik was misschien iets te vlug, ik ga de datum aanpassen. Ik ga naar 2010 pakt. Ik neem altijd de eerste handelsdag van het jaar. 4 januari 2010. Ik sorteer alles op relative safety. Ik doe quick test top 10. Zo kan je zien, wat hebben die aandelen, die top 10, tot vandaag gedaan. En dan gaan we dat vergelijken met de Eurostoxx. En geloof het of niet, maar deze 10 aandelen zijn gemiddeld 117% gestegen. De Eurostoxx die is 12% gestegen in dezelfde periode. En zo kan u die oefening jaar per jaar doen. Ik pak nu 2012. De top 10 is met 114% gestegen, de Eurostoxx met 42%. Oké. 2014. De top 10 is met 98% gestegen, Eurostoxx met 10%. En als u abonnee bent, kan u deze oefening zelf thuis namaken, nadoen. En u zal zien, de afgelopen 10 jaar hebben onze top 10 relative safety aandelen in Europa iedere keer de Eurostoxx verslagen. En niet alleen met klein percentage, echt wel met aanzienlijke verschillen. Dit jaar stijgt onze top 10 gemiddeld met 21,9%. De Stoxx 50 stijgt met 12%. Doe dezelfde oefening in USA en u zal zien van de top 20 hoogste relative safety aandelen. Ik neem altijd de top 20 omdat je in Amerika veel meer kwaliteitsaandelen hebt. De afgelopen 10 jaar heeft de top 20 9 keer van de 10 beter gedaan dan de S&P 500. Nogmaals, veel beleggers slagen er niet in om de index te kloppen. Onze top safety aandelen doen het in Europa 10 keer op 10 de afgelopen 10 jaar. In USA 9 keer op 10. Dus ik zeg altijd, waarom het u zo moeilijk maken? Koop gewoon hoge relative safety aandelen. En dit, beste mensen, is gewoon puur buy and hold. U kan ook een modelportfolio volgen. U zal zien, in USA, Vectorvest USA zit ik nu in, hebben we 5 modelportfolio's. En er zijn speciale webcasts voor abonnees. Aan de slag met Vectorvest. En daarin laat ik u zien hoe werken die modelportfolio's. U ziet deze modelportfolio's sinds 2012 232% gestegen. In Europa hebben we ook 3 modelportfolio's. Dus dat is een mogelijkheid. U kan zeggen, ik volg een bepaalde strategie. Als we in de software naar de Unisearch gaan. De Unisearch is onze zoekmachine. U kan hier zelf strategieën maken of u kan zeggen, nee, ik wil een bepaalde strategie volgen. Aandelen die aan bepaalde parameters moeten voldoen, bijvoorbeeld EPS moet hoger zijn dan 0, verwachte winstgroei, de aanbeveling moet buy zijn, etc. U kan dus één van die 200 strategieën laten lopen, het zijn er meer dan 200, u kan die laten lopen en daaruit aandelen selecteren. Of u kan doen aan stockpicking, dat u zelf gaat zoeken op basis van RS of van VST naar aandelen die u interessant lijken. Goed, Amerikaanse beleggerssoftware. Is er ook Nederlandstalige support? Absoluut. Iedere maand zijn er maandelijkse bijeenkomsten, workshops in België en Nederland. Enkel in de zomermaanden, juli en augustus niet,
Het goede nieuws is, de zomer ligt zo goed als... Enfin, ik zeg niet dat dat goed nieuws is dat de zomer achter ons is, achter ons ligt. Maar het goede nieuws is dat de workshops toch terug gaan beginnen. Zo dadelijk alle details over de maandelijkse workshops. Een nieuwe abonnee krijgt een snelstartcursus van 26 pagina's. Leest heel gemakkelijk, is echt de basis van Vectorvest. Belangrijk dat u dat leest. Want de grootste vijand bij beleggen, dat zijn uw emoties. Maar de grootste vijand om Vectorvest fout te gebruiken, dat bent u. Door aan de slag te gaan met Vectorvest zonder webcasts bekeken te hebben, zonder de snelstartcursus gelezen te hebben, gaat u fouten maken. Dus echt wel heel belangrijk dat u die snelstartcursus leest, dat u eventueel eens naar een maandelijkse workshop komt, of dat u op zijn minst de webcast aan de slag met Vectorvest bekijkt. Dat is een webcast waarin ik van ieder tabblad het allerbelangrijkste selecteer dat u zeker moet kennen. Er is de Nederlandse versie van het groene boekje. Nu, dat hoeft u niet te lezen. Dat is wel interessante lectuur om in uw hangmat op een mooie zomeravond, om toch maar in de sfeer te blijven, om dat dan op dat moment te lezen. Dat is geschreven door de oprichter van Vectorvest, Bart De Lido. Hij schrijft daarin over de fouten die hij heeft gemaakt als beginnende belegger. Hoe u aandelen kan waarderen, hoe u aandelen kan selecteren. Het belang van fundamentele en technische analyse. Hoe u kan doen aan bottom fishing, hoe u kan shorten, etc. Allemaal in het groene boekje. Dat krijgt u er ook digitaal bij. Er is een Nederlandstalige website, vectorvest.nl of vectorvest.be, waar ook af en toe blogartikels verschijnen. Hier heeft u een overzicht van de komende workshops. En we beginnen er nu zaterdag aan in Eemnes. Dat ligt vlak boven Utrecht, bij Hilversum. De workshops in Nederland is Eemnes en Eindhoven. Die vinden telkens plaats op een zaterdagvoormiddag. De workshops in België, Brugge, Gent, Mechelen, Geel, Lummen, die vinden telkens plaats op een weekdag, 's avonds om 7 uur. De toegang is gratis, de parking is gratis. De drank is gratis. Het enige wat wij vragen is dat u zich registreert en u kan zich registreren op vectorvest.be en dan klikt u door naar evenementen. Ik zou zeggen, woon het eens bij, maak kennis ter plaatse met abonnees en vraag naar hun ervaring met Vectorvest. Wat moet u onthouden van deze webcast? Wel, het belang van de trend van de markt te herkennen. Koop bij voorkeur. Op de eerste dag van een upsignaal, want u heeft gezien, vaak wordt dat gevolgd door een opwaartse trend. Koop daartegenover nooit tijdens een downsignaal. U kan niet weten of het een beperkte daling wordt, een correctie van 10%, of dat het uitmondt in een zware benenmarkt. Daarom koop nooit in dalende markten. Koop enkel ondergewaardeerde aandelen. Denk aan die relative value. Koop enkel veilige aandelen. Denk aan de relative safety. Koop aandelen waarvan de koers stijgende is. Denk aan de relative timing. Respecteer ten allen tijde de Vectorvest stoploss. Iedereen praat altijd heel graag over zijn winsten. Dat is des menses. Maar het allerbelangrijkste is dat u uw verliezen beperkt. Hoe kan u nu een proefabonnement activeren? Wel, u surft gewoon naar vectorvest.be/proefperiode en u kan zo online uw proefabonnement aanvragen. Wat is een proefabonnement? Wel, gedurende 30 dagen krijgt u voor nog geen 10 euro toegang tot 8300 Amerikaanse en 2000 Europese aandelen. 10.300 aandelen gedurende 30 dagen voor 9,95 euro. En wat krijgt u dan allemaal? Wel, u krijgt dus toegang tot die ruim 10.000 aandelen, maar ook toegang tot 2 webcasts. Iedere tab van de software wordt uitgelegd. Echt een must om naar deze webcast te kijken, zodanig dat u vertrouwd geraakt met Vectorvest en met alle tabs in Vectorvest. U krijgt de Nederlandstalige snelstartcursus doorgemaild. Iedere maand zijn er meetings in Eemnes en Eindhoven in Nederland, als ook Mechelen, Gent, Geel, Brugge en Lummen. Er is ook een usergroep in Eindhoven waar abonnees van Vectorvest 1 keer per maand samenkomen. U krijgt persoonlijke Nederlandstalige begeleiding, dagelijkse marktanalyse, een webbulletin, dat is wel in het Engels. U kan ten allen tijde gratis bellen naar de klantendienst en u krijgt de digitale versie van het groene boekje. Dit alles voor nog geen 10 euro gedurende 30 dagen. Hoe kan u nu een proefabonnement activeren? Wel, u surft dus gewoon naar vectorvest.be/proefperiode
En u kan zo online uw proefabonnement aanvragen. Voor de Noorderburen, de Nederlandse vrienden die kijken, het is vectorvest.nl/proefperiode. Ik raad u zeker aan om naar een van onze workshops te komen in België of Nederland. Ze komen eraan, daar gaat u veel bij leren. Daar komt u in contact met andere abonnees. Nogmaals, spreek hen aan en vraag naar hun ervaring met Vectorvest. De workshops in België die vinden telkens op een weekdag 's avonds plaats. De meeste plaatsen kan u, enfin, u kan overal nog een glas drinken. In Brugge is het in een café, dus ik hoef er geen tekening bij te maken dat mensen daar wel eens durven blijven te plakken om nog wat na te praten. Stel dat u na het proefabonnement vaststelt dat het programma toch niets voor jou is, wel, dan kan u met één telefoon of één e-mail het proefabonnement stopzetten. Als u dit telefoontje of de mail doet voor het einde van uw proefabonnement, dan wordt uw proefabonnement stopgezet, wordt er niets meer gedebiteerd. Als u tevreden bent over Vectorvest, dan kan u uw abonnement verder zetten aan €59 per maand of een jaarabonnement nemen van €595. Dat is de workshopprijs en weet dat u op de workshops altijd bijkomende kortingen krijgt. In dit geval krijgt u er eigenlijk op €5 na 2 maanden gratis bij. U kan vanuit België het callcenter in de USA bellen op dit nummer. En ook vanuit Nederland kan u met een 0800-nummer bellen naar de klantendienst op in USA. Al deze nummers vindt u ook terug op de website vectorvest.nl of vectorvest.be. Rechtsbovenaan staat er contacteer ons en daar vindt u deze gratis nummers. Wilt u gedurende 30 dagen Vectorvest uitproberen voor nog geen €10? Doe het nu dan via vectorvest.be/proefperiode of vectorvest.nl/proefperiode. Voilà, dat was het. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw aandacht. Ik laat de webcast nog even lopen, zodanig dat u desgewenst deze info kan noteren. Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen op een van onze bijeenkomsten. Alle details vindt u op de website. Intussen wens ik u een fijne voortzetting van de dag en heel graag tot een volgende keer.